Mijn naam is Mildred Hermsen. Ik ben manager van de afdeling ontwikkeling van Kleurrijk Wonen. En Kleurrijk Wonen is een woningcorporatie met 15.000 verhuureenheden in 7 gemeentes in het midden van het land. Toen P5Kom hier binnenkwam, toen waren het de mannen in de pakken. Ging met mensen in gesprek, ging mensen interviewen, onderzoekjes doen en kwamen met hun bevindingen. En ik denk dat nu uiteindelijk na de laatste workshops P5Kom eigenlijk weggaat als de mannen die ons hebben geholpen het verschil te maken. Dus ook zorgen dat je vanuit leiderschap je team kan laten ontwikkelen in de goede richting van het klantdenken. En we hebben met het hele team een heel programma gevolgd, klantenthousiasme, van een aantal workshops. En ik heb vooral gemerkt dat we hebben leren luisteren naar onze klant. Elke kleine stap kan bijdragen aan een meer tevreden klant. En probeer inderdaad vanuit je cirkel van invloed te werken en niet alleen maar vanuit de cirkel van betrokkenheid, want daar heb je niet altijd invloed op alles. Dat was een heel belangrijk leerpunt voor ons. Een van de eerste workshops kwam uit, ja, maar als we meer aandacht aan de klant geven, dan gaat de klant ons bellen met heel veel vragen. Oké, wat zou je daarvoor nodig hebben als dat zo was? Ja, men moet meer tijd hebben voor de klant. Moeten we dat gaan organiseren? Dus ik denk dat de klant dat wel gemerkt heeft. Bij de workshop Klantenthousiast Leiderschap was het een hele prettige samenwerking. We waren met een kleine groep. Met elkaar hebben we daar een hele goede invulling aan gegeven. Wat daar prettig in was, was ook weer het maatwerk vooraf. Maar vooral ook het tussentijds weer bijsturen aan de hand van de behoeftes die er ontstonden. De vraagstellingen, de discussies. Ik heb dat heel erg ervaren als dat er ook weer heel goed naar ons geluisterd werd. Naar waar wij behoefte aan hadden. Ontzettend veel plezier. Zowel vanuit P5Kom als vanuit ons. Ik heb vooral erg gewaardeerd hoe wij in die 5 workshops hebben toegewerkt naar een uiteindelijk resultaat. Daar leek niet altijd op papier een logische volgorde in te zitten, maar we begonnen met een soort mystery guest bezoeken in de stad. Daar hebben we allemaal heel veel van geleerd. Dus daar zat een hele fijne opbouw in van eerst ervaren en vanuit die ervaring gaan kijken wat wil ik en kan ik dan anders gaan doen. De uitkomst was ook heel erg leuk door mensen echt te verbinden aan een persoonlijk actiepunt waar ze mee aan de gang moeten. Aan de voorkant was er voorbehoud. Mensen hadden toch aan de hand van de organisatiescan het idee, ja, maar wat moeten we dan met P5Kom? Wat gaan ze dan precies doen? En we hadden een interne kick-off en die maakte meteen het verschil, omdat daar meteen de collega's werden uitgenodigd. Als jij nu al een dikke 10 scoort van jouw klant, ga lekker weg. Hoef je hier absoluut niet bij aanwezig te zijn. Als je dat nou nog niet hebt, doe dan even mee. Wie weet leer je er wat van. En dat maakte heel erg dat mensen zoiets hadden van hé, dat wil ik eigenlijk ook wel gaan ervaren. En de hele groep kreeg eigenlijk de gelegenheid om zowel een tip als een top te geven over het programma, de inhoud, de sfeer. En later heb je dat teruggezien dat mensen daardoor ook makkelijker vonden om intern feedback aan elkaar te geven. En dan inderdaad in de zin van, joh, ik heb een tip voor je, misschien kun je de volgende keer zo. Dus met heel veel respect hebben we gezien dat dat regelmatig terug is gekomen. Dus waar het begon met een stukje afstand en misschien ook wel gereserveerdheid, is het uiteindelijk gewoon een heel erg mooi resultaat. En er is er heel veel vertrouwen geweest met veel respect, prettig en ontwikkelingsgericht, oftewel groei. En heeft dat gewoon hele mooie zaken opgeleverd.